Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij Lol en Disneycraft aflevering 45 als ik het goed heb. De webcam is er eventjes niet bij, ik neem nu ook voor de eerste keer op van op de andere pc, dus ik moet nog even een optie zoeken voor de webcam. Maar dat komt allemaal in orde. We zijn hier vandaag in het o zo mooie besneeuwde Disneycraft. Hopelijk staat mijn microfoon goed qua geluid. Ik heb hem getest en ja, het ging toch allemaal maar goed. Dus we gaan eens eventjes bekijken wat er allemaal veranderd is nu in de winter. Goed, laten we gewoon beginnen bij de spawn. En ja, als we de spawn bekijken, overal ligt uiteraard sneeuw op de randjes. De paden zelf hebben ze bespaard. Vorig jaar waren de paden zelf versneeuwd en hebben ze nog allemaal moeten vrijmaken. Nu hebben ze dus een wintermap op voorhand gemaakt en daarna pas geïmporteerd in de server. We zien hier een kraampje, wat kunnen we hier kopen? Ja, dat staat hier nergens bij. Ja, koekjes en chocolademelk en van die zaken. We zitten dus nu de tweede aflevering in 1.8. Dat is de tweede keer dat we nog met 1.8 spelen. Ja, daar hangt overal kerstversiering op. Het ijs is dus het water is bevroren. Wat inhoudt dat de Rivercraft Adventure ook gesloten is. Wegens het ijs dat bevroren is. De Atlantica is wel open. Want daar stond het bij dat ze met een speciaal verwarmingssysteem werken om de baan dus te ontdooien. Door de Main Street heen lopen zien we ook overal sneeuw. De kerstman hangt daar met zijn slee, hier hangen overal wat versieringjes op. Kasteel zagen we net al, die heeft een mooie kerstmuts opgekregen. En zo gaat het dus verder. Als we op het plein komen zien we de eerste grote kerstboom van de server. Hier staat een kraampje met, ja, wat kan je hier kopen? Hier kan je ook wel wat dingetjes kopen, frituur en snacks. Dan hebben we dit, ik neem dit op zaterdag, het is nu zaterdagavond. En vandaag is het maandag als het online komt. Dus vandaag is dit dus geweest, de live radio van Disneycraft. Wat doen zij in verband met Serious Request? Nou, in België, voor de mensen die dit niet kennen, wij hebben Music for Life, dat is hetzelfde. Dus in het glazen huis. Wat doet Disneycraft? In de week, of in de dingen van de 18e tot de 21e, alle donaties die dan gedaan worden, 50% van die donatie wordt bijgehouden. En dat gaan ze dan schenken aan... Serious Request, dat gaan ze persoonlijk afgeven in Heerlen. Dat, heb ik op, dat staat allemaal op de site, de informatie, dus kijk op de site daarvoor. Maar dat heb ik dus gelezen, gaan het afleveren in Heerlen op de site. Dat is voor Serious Request, als ik het goed uitspreek, normaal wel. Dus ja, wat is er? Ja, ik denk dat we maar gewoon bij de hub gaan en weer verder doen met de attracties. Dus de map is gewoon besneeuwd, meer is rijden. Je kan ook sneeuw aan en uit doen. Mij staat nu uit, dus ik kan even aan. En dan gaat het dus sneeuwen. Maar ik heb het dus eigenlijk altijd uitstaan. Niet dat het me... Ja, soms stoort het wel. Maar uiteraard als je die mooie sfeer wilt, kan je het dus aan of uitzetten. Maar oké. Dit is allemaal wat we dus al een beetje gedaan hebben. Maar we hebben nog niet alles gedaan uiteraard. Laten we de Nemo doen. Die gaan we nu doen als eerste. Ik ga eventjes vragen aan iemand om hem open te doen. Ik ben dus niet de enige die in de Nemo wilt. Of ja, kan iemand de Nemo open doen? Wat we nu ook kunnen in 1.8. Ja, die zien normaal was die dus hoofdletter, maar dit heb ik zelf ingegeven hoofdletter. Ik kan dus nu alles met kleine letters typen. En ook kan je dus ook gewoon XD zo doen en don't smiley kan dus allemaal. Ik zie dat niemand wil de Nemo openen. Wat is dit? Misschien wil Rens. Wil je de Nemo? Oh nee, ik schrijf het weer fout. Je kan dus nu ook met punt typen, er staat niet op het einde een punt achter. Dus dat is allemaal wel weer wat veranderd. Ook de ding is veranderd. Er stond allemaal bezoeker level 4. Nu staat er alleen level 4. En alles is info. Het is niet meer Disney omroepen. Het is allemaal info. Dat is ook allemaal veranderd. Dit gebied. Waarom komt er weer niemand dit ding openen? Ik moet in de Nemo. De hele... Waarom wil dat niemand? Misschien...
Moet ik eens aan Daan Master vragen. Hij wil het misschien wel doen. Hopelijk wil hij het doen. Ik hoop het, want ja, dat is wel irritant. Meestal is er iemand wel die ik ken. Op het moment is alleen Vincent, Bram en Rens die ik ken. Ik ken hier geen enkele bezoekers. Geen enkele bezoeker ken ik. En van de andere VIP's ken ik eigenlijk alleen Ricardo. Of ja, die ken ik niet echt, maar ik heb er wel toch wel van gehoord. Jongens. Ja, oké, we wachten. Laten we dan maar gewoon naar de Peter Pan's Flight gaan. Dan gaan we die doen. Wat is de Peter Pan's Flight? Dat is de dive coaster van het park. Dit is een dubbel station. Maar met dat dubbel station heeft het uiteraard niks te maken. Het gaat om de baan, dat is maar één baan. Je moet toch wel kijken dat je een goede pc'tje hebt, want hier is het bij de Robin Hood, dus dat kan wel eventjes wat lag geven. Momenteel heb ik nu chill fps toch wel. Dus we gaan in de mooie Peter Pan's Flight. Oké, soms loopt het vast, dat is niet mijn probleem. Kijk, alles gaat, maar... Het probleem is dat als er iemand joint, loopt de server eventjes vast. Voor een tijdje. Voor een paar seconden. Voilà, even een slokje gedronken. Maar dit is dus een dive coaster die telt maar één in versie. En dat is die daar. Dat is een, zoals bij de Baron. Zo'n, de eerste dingen van de Baron, net hetzelfde als dit. Dus zo een in versie is... dus ook hier ingestopt. En we hebben hier de bekende stop before the drop. En dan gaan we met de drop. We zitten in het kart. Voilà. Kijk, Minecraft sounds. Iets minder zetten. Een klein stukje blokremmen. Verremmen. We maken hier een spiraal. We gaan onder het remstukje door. We gaan weer een spiraal maken. En dan komen we al aan, jongens. Dit is echt... Dit is waarschijnlijk de kortste achtbaan van het park. Niet attractie, wel achtbaan. Volgens mij is dit de kortste achtbaan van het hele park. De Peter Pan's Flight. Dit is geen slechte achtbaan. Dit is wel een heel mooie achtbaan. Die hier nu toch al staat sinds het piraten event. Nou, we gaan dus nog eentje doen. We gaan de planes doen. Want die is automatisch. Dus laten we dan ook gewoon de planes doen. Warp. Planes. Waar staat de planes? Die staat achter de clownaval. Dus als ik even op naar boven vlieg, daar staat de clownaval. En hier staat de planes. De planes is een van de nieuwere attracties. Die is geopend met het 2 jaar bestaan van Disneycraft. Toen hebben ze dus de planes geopend. Want dat is ook weer een en al chaos. Het baanverloop. Ja, dit is een familieachtbaan. Hij is net vertrokken. Ja, dus ze mogen maken een drop. Dan ga je een bocht maken, kom je hier een grote bocht langs, maak je hier weer een spiraal. Dan ga je onder de lift heel door, maak je hier nog wat en dan kom je dus hier aan op de landingsbaan. Zo is het eigenlijk gemaakt, op de landingsbaan dus. Het vliegtuigje van Plane vliegt daar ook boven. Ik weet dus wel zelf niet, ik heb die film nooit gezien. Of ik heb die film nog nooit gezien. Dus dat is dat. Ik heb de film dus nog nooit gezien. En blijkbaar is het livestream om 9 uur. Of 7 uur, sorry. Het is dus livestream time, jongens. Voor mij gaat het altijd hetzelfde. We gaan op zondag dus altijd live proberen te gaan. Vanaf deze pc gaan we dus livestreamen iedere zondag. Daar heb ik echt wel zin in om dat te doen, jongens. Om iedere zondag een lekker... streampje te doen, we kunnen Minecraft doen, we kunnen Eurotruck spelen, Trackmania kunnen we spelen, we kunnen Warface spelen, ik weet niet, we kunnen van alles spelen. Ik heb nog een ander spel, en het is wel een grappig spel, dat is Keep Talking and Nobody Explodes. Dat kan ik dan met Jaren bijvoorbeeld spelen, of met anderen. Ik heb meer mensen die kunnen meedoen, Funsuit uiteraard er ook bij zijn. En zo gaat het door, misschien ook zelfs DC mensen die vragen als ze willen. Die erbij komen. En misschien kom jij er zelfs van bij als ik jou persoonlijk vraag. Maar we gaan vertrekken met de planes. Dit is een van de laatste nieuwe bijgekomen achtbanen van het park. Dus het is een familiecoaster. Een heel... Ja, hij gaat toch wel best snel. Maar hij gaat niet over de kop. Het is echt een familieachtbaan. En ik
vind het wel een mooie keuze om nog een familieachtbandje bij te zetten. Er zijn uiteraard al genoeg familieattracties. De Cars is een familieattractie, de Dark Rides zijn allemaal familieattracties. Maar dit is een van de familieachtbanen. En is wel een mooi ding. Ik moet echt zeggen, het is een heel mooi dingetje. Daar is nog een herinnering, daar waar DC op staat. Van 2 jaar Disneycraft, daar staat de 2. Hier is dat allemaal doorgegaan, hier stond dan een heel grote attractie, de 2 jaar attractie. Speciaal gemaakt, of ja, speciaal gebouwd ook, voor het 2 jaar bestaan. Die hebben ze daar uiteraard aan weggehaald. En die staat dus nergens in het park. Die is gewoon helemaal weg. Wat ik al zonde vind, want ik vond het een heel mooie attractie. Ja, de Plains is dus een van die dagen geopend in die eventweek. Hij gaat wel best snel, maar toch is dit een familieachtbaan. Hij staat onder de categorie familieachtbaan. Of familieattractie, zo is het dus. Achtbaanattractie. Maar we zagen daar net, de Space Mountain. Die staat ook achterin. Die is daar. Daar zien we de Space Mountain. Die, dat stukje daar is van de Space Mountain. Dus dat is niet zo ver verwijderd van de Space Mountain. En het klopt ook, dat is eigenlijk ook tussen de Space en tussen de Space Mountain ligt dit in. Ja, ik kan het laten zien jongens. Kijk, we kunnen hier een pad volgen. Dit pad loopt hier zo door. En dan kom je hier uit. Dus je kan hier loop je dan onder het stukje van Ariel door. Kan je hier doorlopen en dan kom je uit. Dit is de snelste weg. De omweg die moet je dan via het Wild West maken en blablabla. Dan moet je eigenlijk een hele omweg maken. Dat is de snelste weg om bij het Atlantica gedeelte en zo te komen. Wat hier staat jongens is iets nieuws. Ik weet begot niet wat dit moet, wat dit is, wat dat moet voorstellen. Een soort van kasteel. Maar er staat niks bij. Dit is gewoon nieuw. Ik denk dat het een nieuw stukje nog wordt van het Sprookjesbos. Wel is het gewoon een gebouwtje wat erbij gezet is. Het is nog niet klaar denk ik. Ik weet niet of het nu... Ik denk dat het wel... Ja. Kan zijn dat het wel al klaar is. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Zoals gewoonlijk. We zijn het wel gewend nu de laatste tijd. Van de crew. Dat ze echt heel mooi doorwerken. Aan attracties. Welke attracties zijn nog niet af? Kunnen we eventjes bekijken in de hub. Laten we eventjes... Oh, ja, er is er iemand een joinder denk ik. Wat hebben we? De Nemo is klaar. De Smuggle is een onderhoud. De Teleut is ook een onderhoud. Maika is een aanbouw. Maar wordt verwacht in 2016. Zond erop het zijn. Jurassic 12 heeft een probleem met train cars. De Kabouterrit is een verbouwing. Maar hoe weet ik dat van de Jurassic 12? Ja, dat heb ik. Ik heb een melding gedaan van een ander probleem bij ons. En dan zullen ze ook. De Tower of Terror is een verbouwing. Dat wordt een veel vettere attractie. Clownaval wordt verbouwd, de Aladdin is iets nieuws. Genoeg wat er in vervanging is jongens. Maar wat het betreft van de Wreck-It, hoe weet ik dat? Nou, ik was in de Crea ook een probleem met een traincars, waardoor de hele train ontspoorde op een bepaald moment. En dat is wel onmiddellijk, dat is ondertussen wel al gefixt. Maar, hier hebben ze dus een gelijkaardig probleem. Je kan er natuurlijk wel naartoe wachten, maar het is een onderhoud. Wat hetzelfde geldt voor de Tower of Terror. Die is dus ook in onderhoud. Voor hoe lang dat weten we nog niet. Er zijn meerdere dingen in onderhoud. Er zijn ook wel een paar, 2 of 3 dingen in aanbouw. Wat er met de dingen gaat gebeuren. Ik weet niet wat er gaat gebruiken. Wat er gaat gebeuren met de Wreck-It, sorry. Of met de Teleuten. Achievements zijn allemaal binnen. Ondertussen zijn er dus 203 van de 203. Er zijn dus ondertussen al 8 pagina's met achievements. En mijn koffertje wil niet laden. Dus 8 pagina's mooi al met achievements. En hier zit iemand Frans te praten en Engels en geen idee wat. Maar ik weet niet of het de bedoeling is. Dat, ja, ik kan wel Frans, maar ik kan het niet typen. Ik weet niet hoe je die woorden typt. Wat is er nog nieuw? Ik weet het, ja, de server is nu 1.8. De paden zijn allemaal aangepast. Ook het hele Sprookjesbos heeft deze ondergrond gekregen. Oh ja, dit is het Sprookjesbos. Dit is gewoon het Sprookjesbos. Het is deze ondergrond gekregen. Nieuwe lampen zijn hier aan toegevoegd. En bla bla bla. Zo gaat het dus. Qua updates zijn we nog niet lang, zijn we nog lang niet uitgepraat jongens. De toren heeft ook een nieuwe ding gekregen. Want nu is hij dus omhoog. Vroeger was hij dat hij omlaag en omhoog was en dan ging hij met de ladder.
Nu word je dus geteleporteerd als je hier op de dingen komt te staan. En dan heb je hier uitzicht, dan kan je hier het vroeger misschien zo naar onder. En hier heb je uitzicht over het sprookjesbos. Dus kijk wat we zien staan. Up. We zien Pinocchio, we zien het de dingen van Rapunzel, we zien het Plutorad, Bella en het beest staan daar. Wat zien we nog? Dit is het inkomgebouw van de sprookjesbos. Dit is het wild. Nee, dit is de speeltuin. En dan hebben we hier. Nee, dit is niet het de speeltuin. Dit is de speeltuin en dat is het Wild West. Zo is het. Dan hebben we hier Ariel, een helikopter vliegt hier. Dan hebben we daar de Donutbaan, Space Mountain kunnen we zien. We hebben hier het meer, de Cars, het Bungalowpark. En dan hebben we het eigenlijk al gehad. Misschien zijn er mensen die het zich afvragen. Ik weet het ondertussen wel al wat er is een probleem. Oké. Een probleem met het kopen van de huisjes. Dat gaat helaas niet meer momenteel. Je kan dus geen bungalows, kamers of weet niet wat allemaal afhuren. Dat gaat momenteel niet. Er zijn wat problemen met de plugin. Dus als we even naar het hotel gaan, zullen we dat eventjes wel kunnen zien. Dat dat niet meer kan. Of dat dat momenteel niet kan. Het is niet voor nooit meer, maar momenteel. Ik heb het gehoord. Iemand vroeg het van, ik kan geen kamer meer huren. Hoe kan dat? Ja, momenteel is het niet mogelijk. Oh ja, alle kamers zijn ook, alle signs zijn ook weggehaald, zie ik. Alle signs zijn weggehaald, behalve dit, maar dit is hier ook van de achievement van Vincent's kamer. Dus alle signs zijn weggehaald. Er is dus wel degelijk een probleem met de plugin, met de bui plugin sign, ik weet niet hoe die precies heet. En ik weet niet hoe dat komt. Ja, sinds de overgang is dat. Maar dat is normaal. Misschien was die plugin er niet bij gerekend. Maar er wordt natuurlijk al heel lang of hard aan gewerkt om alles up-to-date te krijgen voor terug huisjes te kunnen kopen. Of ja, huren is het, is niet kopen. Dus ik denk ook op het kerkhof is er dan niet meer. Even kijken, kerk. Zijn alle signs normaal ook weg? Ja. Want, ja. Kijk, vroeger was, ja, alle graven zijn dus weer leeg. Vroeger hadden al die graven hier dus, kon je eigen naam op 50 coins, had je daar een grafje. En hier is ook een nieuw appartementsgebouw. Dat is ook, ja, in gebruik, maar je kan het dus niet meer huren. Momenteel. Ik ga nog eventjes naar iets zoeken en ik heb het al gevonden. De kermis, dames en heren. En ik zie hier onmiddellijk nieuwe updates op de kermis. En ik moet zeggen dat dit er al nieuw uitziet. En dit is gewoon Spookhuis Spuk. Denk ik. Dit is een soort van Spookhuis Spuk. Ik ga even doorkijken. Wat hebben we hier staan? Ik weet niet precies, denk ik breakdance. Dan hebben we hier botsautootjes. We hebben hier een klein kraampje. We hebben hier een achtbaan, een nieuwe kermisachtbaan. Die houtachtbaan is weg. Dit is een wild mouse, een wilde muis. En hier staan ook karretjes. Dan hebben we hier een poliepje, jongens. Dit is wel, deze vind ik wel heel vet. Deze vind ik oprecht super vet gemaakt. De poliep. Wauw. Deze is echt vet. Dan hebben we hier een, dit was een kettingmolen. Heb ik gezien. Maar die poliep, jongens, die is heel erg vet. Ja, wat is hier? Dus botsauto's, die is helemaal vernieuwd ook. En dit is volgens mij een breakdance. Volgens mij is het wel degelijk een breakdance. Dit is denk ik geen take-off. Take-off staat schuin. En een beetje hellend. Dit is volgens mij gewoon een breakdance. Of misschien theekopjes, dat zou ook nog wel kunnen. Maar ik ga ervan uit dat dit dingen is. Een breakdance. Dan hebben we hier nog het nieuwe spookhuis. Ja, daar kunnen we allemaal nog niet in. Maar dit ziet er, wel al vet uit, jongens. De kermis is dus een aanbouw, een heropbouw moet ik het zeggen eigenlijk. Hij staat dus nog wat op hetzelfde plekje. Maar de hele oude kermis hebben ze weggehaald. En er wordt dus gebouwd aan een nieuwe. En ik ga mooi afsluiten met die kermis in mijn in de achtergrond. En we hebben hier dus nog de omgeving. Dit is Duckstad allemaal. En ik dank jullie voor het kijken naar aflevering 45. De vakantie is dus nu begonnen. Het is nog een... vrijdag is het toch volgens mij... Oh, dat was mijn glas. Even kijken. Het is nog één. Dit is de voorlaatste aflevering van 2015, jongens.
Volgende week, de 28e, komt er nog één aflevering online van dit jaar. En dan is het vrijdag, oud opnieuw. Dus dat wordt lekker weer vuurwerk afsteken. Er komt een compilatietje van online. Dat weet ik toch, dat denk ik toch. Normaal wel, als er geen problemen voorkomen. Ik weet niet wat ik heb, soms met sommige woorden kan ik niet fatsoenlijk in één kruis spreken. Maar er komen normaal geen problemen. Dus dan zal er wel een compilatietje online komen. Dus volgende week zeker nog kijken naar aflevering 46. En dan wens ik jullie nog een fijne avond. En ook alvast een fijne kerst. Want het is dus nu de week van Kerstmis. En er komt nog een No Limits online. Die komt vrijdag gewoon online. En ja, dan is het kerstavond op vrijdag. Dus dan kan je bijvoorbeeld kerstavond lekker naar No Limits kijken. We gaan waarschijnlijk vrijdag alweer verder met het bestrijden, met het bereiden van achtbanen. En beoordelen. Dus houd het allemaal in de gaten. Nog een fijne avond en graag tot de volgende video. Later!